Hallo jongens en meisjes van Spreunkel, mijn naam is Kobe Rozen, jullie kennen het natuurlijk wel. En vandaag is een heel leuke dag, want ik kan naar de pupjes kijken. Jullie weten dat ik een paar weken, denk 2 weken geleden of zo, ook naar de pupjes ben gaan kijken, maar toen waren ze nog heel klein. En vandaag gaan we nog eens kijken hoe het bij hen gaat. En ze gaan waarschijnlijk al veel groter zijn, dus ik heb er al eens veel zin in. Ik ben echt benieuwd van hoe ze eruit zien, maar ik neem jullie natuurlijk mee dat jullie gaan ook zien hoe ze er nu gaan uitzien. Of anders zo. Zie maar dat ik u niet uitleg, ja. Maar probeer je na te doen. Dat is eigenlijk aan het zit. Ik rook niet, hè. Ik ga nu mijn papa helpen met iets. Ja, wacht, ik kom. Met dakpalm of iets te geven aan hem. En kijk wat hij hier heeft gefixt. Ja, maar dat is nog niet af. Nog niet af? Maar wacht, waar is het dan aan? Hier aan die naak? Zo nice. Maar nu moet dat weg, allemaal. Ik zal u dat aangeven. Kijk, gaat jij daar maar achter staan? Hoe gaat je daarover? Ah, daar! Oh. Wat? Wat gaat je daarmee doen? Niks. Zo niks. Die gaat gewoon wegzetten. Oké. Okay. We gaan vertrekken. Oh. Weer een uur en een kwartiertje rijden en het is echt wel slechter weer als vorige week, zoals jullie zien. Het heeft eigenlijk de hele overmiddag geregend. Je ziet ook de plassen daar een beetje in die goot zitten. En hij doet daaruit proberen te rijden. Maar ja, we gaan vertrekken. En ik neem jullie mee. Mama en zo is nu even naar de bloemenhal. Dat is zo, ja, een bloemenwinkel natuurlijk. Voor een bloemetje te kopen, want het is natuurlijk vandaag zondag 13 mei, dus moederdag. En omdat we naar die mensen gaan, bij die honden, gaan we een bloemetje kopen voor hun. Omdat natuurlijk nog moederdag is en zo. Dus ja, nu zijn we aan het wachten op hen en daarna vertrekken we verder naar Nederland. Dat gaat niet gaan, hè. Dat werd tijd. Hoe lang hebben jullie daar geweest? Ik ben niet van rij, want het is gaaf. Oh, rij of wat? Dat is echt lang. Zij zijn nog dingen de kolder uitgaan of kom je ze terug. We zijn aangekomen, maar het regent hier echt fucking hard. Eruit. En ze zijn terug veel meer gegroeid als de laatste keer natuurlijk. En ja, volgende keer wordt het beslissen welke onze wordt. Odina trouwens. We zijn terug van de puppy's. Zoals jullie hebben gezien, de puppy's zijn echt veel veranderd eigenlijk. Ze kunnen eindelijk al stappen. En ja, ik denk dat we toch wel een lichte voorkeur hebben voor de lichtgroene bandje, voor het groen bandje. Die hebben jullie misschien wel al gezien in de shots. Die hebben jullie sowieso al gezien in de shots. Maar ik ga nu, want we hebben een afspraak, ja, een reservering, want we gaan eten. Uit eten, omdat het moederdag is en dan gaan we mama verwennen natuurlijk. Vandaag is te gaan eten. Ik weet zelf ook niet waar het is. Ze hebben het geheim gehouden. Ik ben benieuwd waar het is. Ik heb al sinds heel veel honger. Ik ben wel een beetje autoziek geworden. Dat is wel kut. Maar er zal zoiets wel overgaan.
En ja, ik wil het lekker laten worden en ik zal wel zien. Ik neem je alles en zo ook toch mee. En ja, tot ziens. Het is toch maar koud vandaag. Hè. Ik zie dat ik niet valt daar, hè? Ik ben eigenlijk benieuwd naar waar we gaan eigenlijk. Het was toch wel lekker, maar het hoofd hier echt nog. Wat is uw probleem, man? We gaan nu terug naar huis, lekker gegeten. Mijn pa zit naast mij, want hij heeft te veel gedronken. Nee, dat is niet waar. Let's go. Oké, jongens, meisjes, prunkel. Mijn vlog zit erop vandaag, want ik ben echt kapot moe. En ik ga slapen gaan. Ik zie jullie morgen terug om 8 uur bij een nieuwe vlog. Het was zeker een heel leuke dag. Zeker omdat ik de pupjes terug heb gezien en ze waren echt fucking rood geworden en zo. Dus ja, het was wel leuk om ze terug te zien. Hopelijk vonden jullie het ook weer leuk. Dus dan zie ik jullie morgen natuurlijk weer terug om 8 uur. Vergeet zeker geen like achter te laten. Abonneer op het knopje hier beneden. Dus zeker ook op dat belletje klikken, zodat jullie altijd op de hoogte zijn van mijn laatste video's. En ja, dan zie ik jullie morgen terug om 8 uur. Dus, ciao. Kut weer. We'll be right back.